maar ek het 'n uithaling aan haar. Daar was net twee broers, van een ma en een pa, sy kinders. Twee broers, en hulle name was Maurice. As Klein en Abel. En ding hulle ken hy story. Hy is met sy twee broers. En Klein het Charles Loos geraak op Abel. Want Abel sy opoffering na sy God was geaanvaard en nie sy nie. En hier dit het hy jaloers geraak op sy eie broer. En hy jaloesie het hem so ver gedreven dat hy sy eie broer op die einde dood maak met die gedachte. Hy is nou alleen wat nou gaan opofferen, op gaan offer voor God wat gaan aanvaren. En dit het hier gebeurd. Het het omgevraagd. God het omgesteld. Nou, om als broers, ik beskou julle als mijn eie broers. Als mijn eie broer. Zoals ik voor jou beskou als een vijand van mij, dan hoe gaan we optreden dus tien voor jou? En hoe gaan jou optreden dus tien voor mij? Dat is vijandig. Want ik kijk jou vijandig en ik zie jou als mijn vijand. Je optreden van vijandig is niet. Maar als ik voor jou beskou als mijn broer, wat gaan we optreden dus? Mijn optreden gaan dus soos een broer. En hoe als een broer zo optreden tegenover een ander broer? Een broer zo optreden tegenover een ander broer is niet eenvoudig of we elkaar lief is, of we elkaar deelzaam is, of we elkaar verdragen, of we elkaar respect zijn opinies, of we elkaar zijn waarschuwing respecteren, of we elkaar ondersteunen, of we elkaar wat zij niet heeft en ik heb het met hem, deelzaam is met hem. Dit is broerschap, draag elkaar. Dit is broerschap. Nou, als hij broerschap zo tussen ons gaan is, of tussen die community van ons brengen, hoe gaan die community doen? We gaan een veilige community. Want ik draag voor jou, jij draagt voor mij. En, wat ik zeg, jouw zuster is mijn zuster. En daarom wat ik zeg altijd, als ik jou ken, en jouw broer of jouw kind of jouw zuster doen mij kwaad aan, dan kan ik niet react op dit wat zij of hij doen aan mij. Want ik ken van jou. Ik moet naar jou toe gaan. Ik moet bij jou toe klaar. En wees iemand wat je mij zal aanmoedigen om terug te gaan naar jouw zuster, naar jouw broer en voor zij of voor hem gaan berispen en terug naar mij toe moeten aanmoedigen. Dat is maar zo. Dat is onze actie. Ons is met ons, het onze actie. Zo, ik zeg altijd maar, als we elkaar zo op die vlak respect, dan zien we nu dat mensen wat voor ons nog zal staan in negatieve demotie ons praten. Want ons zal voor hen net die positieve kant kan bewijzen. Zo. Ik praat die ding samen met jou eens. Ik was getriggerd met die toon. Toen ik ze door. En ik zeg bij jullie wat we gaan. En ik vraag bij jullie wat we gaan. Dat we samen staan. Toen nou, denk jij nou. Hij is een offer, van hij gaat opofferen. Zal een betekenis hebben bij God. Terwijl hij niet meer betekenis bij God. Van het zijn ze roezig. Verstaan ze? Ik zeg, ons mensen zijn roezig. Bijna zijn roezig.
Want ek sê, as ons ons kinders, as ek jou kind, moet ervaar en beskou as my kind, dan gaat die lewe baie beter is. As ek jou sister, as sien, as my sister, dan gaat die lewe baie beter is. Want die verhouding en die actie sal positief is. Maar as sy by my kind, as my vrou vijand, die actie van my gaan het ons vijandig. Verstaan je, ik zeg wel het. Verstaan je, man. Ik zeg, die mensen wat voor ons woord doen. Hoeveel oordelen ze wel in hulle kast? Kunnen we door? Ja, toen praat ik door een kinders en ons dat doorgaat. En ons op een specifiek krijgen. Toen denk ik na. Dat baie van die dinge wat gebeur. Hulle sit die blame, die blame op my. Nou, toe denk ek, ek moet die uitnodiging maak vir die sogenaamde bendes wat die blame op my sit. So dat ons kan praat vir oplossing vir ons kan. Het is mijn kind, het is mijn broer, en het is mijn zus. Want die gedachte is mijn kind. Nou moet hy respect en moet hy mindset en kan ons een team daar. Moet ons dan nie nou die onkundige kind begin met hom praat of beter lang praat en vir hulle leer en terugstuur na die school. Want een onkundige kind wat rondloop is so gauw dat hy kon misbruik word. Is so gauw, so man. Maar dan waar wil ons die blaam sit? Ons wil die blaam sit op die mense wat hulle sê as gangsters. Maar die kind, hy kom met die huis uit. Wat leer jy in die huis, die kind? Het sê nie jou kind in jou huis discipline meer. Wat gaan hy kind met die kind in jou huis? Wat gaan die haat doen? Want hy sê geleer discipline. Hy weet nie om een groot mens te ons daar respecteer. Hy weet nie om een groot mens aan te spreek. Soos dit vandag. Ek dacht hulle nie om te reed. Ek wil nie reed.
Want hij is mijn vriend. Ik is mijn stil. En als jij van mij noemt mijn stil. Daarna krijg je mij op mijn vlak. Om een jouw van mijn vlak te praten. Maar als jij mij noemt mijn recht. Dan betekent het. Je zal me nooit in een gemakkelijke situatie. En ze een probleem met één klank met die naam Ketri. Voorbeeld. Wat zijn die mensen? Die mensen zeggen niet Ketri. Je hebt het probleem van die moeilijkheid van oorzaak moet. Die mensen zijn Zakaranda boys. Zullen vat hij Patrick en hij Zakaranda boys al het vat hulle saam. Nou als hulle saam gevat word, wat maken hulle van hulle? Gangsters. Hulle maak van hulle gangsters. Als ik verkeerd gedoen heb, dan is het als ik wat verkeerd gedoen heb. Dan is het nog niet ons. Wat verkeerd gedoen. Zo, als ik verkeerd gedoen, dan zeggen ze, of jij doet verkeerd, dan zeggen ze, als redse mensen, wat verkeerd gedoen. Dat kan wel zeggen. Zo, op wie is hulle gefokus? Als hulle praat, als redse mensen. Hulle is gefokus op red. Maar die, allemaal van ons kom uit zekere verschillende huise. Hoekom gaat hulle nie naar die persoon toe wat die moeilijkheid veroorzaak? Hoekom moet hulle sê as redse mens van hulle focus is op red? Of hulle wil hem doodmaak of hulle wil hem in die tronk sê. Maar dit is die focus. Als ons vir redde die pad niet maak, dan gaan hulle tevreden. Want elke ding wat hier gebeur, elke ding wat hier gebeur, James, ek kan 12 ding op een aangebeur, dan sê hulle, is red sy mense. Hoe kan red op 12 plekke op een tyd wees? Is onmoontlik. En soos julle hier is, julle is mos in my vrienden. Ek loop moet saam met julle nie. Julle is my kinders. Van julle paans, as jy is my ouderdom. So hoe kan ek met julle loop? Hoe kan ek sit en drink, as daar gedrink en plezier gehou word met julle? Hoe kan ek? Dan wat een respect of wat een voorbeeld is ek vir julle. Dan is ek ons nie een voorbeeld vir julle. Want ek glo nie julle druk met julle paans en julle maas nie. Of het julle plezier met julle paans en julle maas. Ek glo nie hy nie. Ek weet hy dit om te sê, julle stiek die glaasie weg as julle paans en julle maas. Jy respect. Nou hoe kan ek? Wat nog ouder is, as jylle paans en jylle maans met jylle sit en drink of plezier hoor. Wat een respect gaan ek, of wat een voorbeeld gaan ek vir jylle wees. Van jylle hier gestaan het, as ek nie hy voorbeeld is, jylle sal hier gestaan het nie, want ek is hier hy voorbeeld. Jylle staan hier omdat jylle beluister na wat ek vir jylle wil sê. Daarom luister jylle, en jylle luister na wat? Jylle luister na woorde. Ek sê, James, grootman sy woorde, soms grootman, mense, sy woorde, is nie altyd goed om nie te vat. Toen was ik op jou aan het demonstreren.
Wat ben daar door de Kraaifontein is? Of allemaal? En mijn uitkomst, die tijd, was aan die aankomst. En toen kwam daar mensen wat ik voorstelde, journalisten. Ze wilden onderhoud voeren met mij. En ze hebben me goedkeuring toegekregen om met hen te praten. En toen wilden ze weten van die nummer van 27. En wat ze specifiek willen weten bij mij is of ik een generaal is van 27. En dat had ik al gezegd, ik is een generaal van zee. En een tweede vraag was geweest, als ik een generaal is van zee, wat betekent het dat ik die hele weerskaap controle als een generaal van zee moet worden? Zo dronken. Mijn antwoord was meer. Want jij hebt een tronk. Het is een leiderschap. Zo voor je leiderschap op je Jadelstroom en voor je leiderschap op je Drachenstein en je leiderschap op Poosman is drie verschillende leiders wat in controle is. En dan wil ik niet verstaan van wat ik wil zeggen, niet van alle verstaande is dat. Ik, die generaal is van die hele weeskaap se tronke. Nou as julle nou kan hoor, of julle sal dit hoor in die toekomst, dat die land aan my sit, ook een generaal van 27. En waar hij is, of was op hij gevangen is, was hij in beheer ook van die groep van 27. Zo nou, wat ik in het wel duidelijk maak, als ik die generaal van 27, dat betekent niet ik is algemene generaal van 27 nie, want daar is nog meer generaal van 27 in die wiskamp. So hoekom moet die dinge van 27 sy gebeurtenis dan net op my teneer kom te wy dan nog generale is van 27? So ek wil het net noem en ek wil vir julle sê hier is iets wat ek sien. Waarom hier die mensen, als ik praat van hier die mensen, dan praat ik van die politie, wat hulle gefokus op is, en hulle gefokus op mij. Van alle 27 is dinge wat gebeur in die wetenschap, hulle sê, dit is ek, wat ek in die dinge sê. Hulle sal die ander generaals in die wetenschap noem, dat het hulle is achter die dinge wat sê. Volgende keer, ek sal meer praat.